Dit is een telefoongesprek met mijn moeder, die verblijft in een zorgstelling in Zuid-Holland. Mijn moeder is ruim 91 jaar en heeft een stoma, wat doorlopend problemen met zich meebrengt door de nalatende zorg. Ook heeft ze wonden door het veel te lang gebruik van incontinentiemateriaal, waardoor ze flink veel pijn heeft en overlast. Toen ik haar deze week aan de lijn had, hoorde ik een kwetsbare moeder. Aan haar stem hoorde ik dat ze me er eigenlijk niet mee wilde belasten. Dit gesprek heeft diep bij mij ingeslagen en ik ben erdoor geschokt dat dit in een hedendaags verpleeghuis in Nederland gebeurt met onze ouderen. Deze geluidsopname toont dat de zorg aan onze ouderen faalt en vernedert voor die mensen die het moeten ondergaan. Ik roep dan ook iedereen op die soortgelijke ervaringen hebben dit te melden bij ouderenbescherming.nl, zodat we aan deze afschuwelijke toestanden wat gaan doen. Onze ouderen verdienen dit. Ik heb gebeld uit de klantenheim. Ik zeg, ik moet om 5 uur drogen maken. Toen zegt ze, we zijn er even niet, zegt ze. En we komen zo en dan 7:30. Zeg ik, kijk nou eens hoe ik hier zit met een blaad. Ik zit er wel met een bladontsteking. Ik weet niet of je het weet. Maar hij ligt nou nog hier in de badkamer. Dat ding, dat druppelde letterlijk. Dat ding wat erin lag. Verschrikkelijk. In mijn broekje. Zo nat, hij ligt nog op de grond in de badkamer. Niet naar me omgekeken. Ik zei het, ik zeg, jullie moeten maken nog een vijver. Gewoon wat. Toen zegt ze, dat komt eraan, zegt ze. En helemaal niet, en ik heb het dingetje gezegd. Ze kwam hier die sprayer klaar zitten straks. Zegt ze, daar klaar. Ik had er geen antwoord, want ik heb geen woorden voor zulke mensen. Ze hebben nog te minder tegen ze gedikkeld praat. Nee, dat is jammer dat nou gebeurde. Ja. Zeker jammer. Hè? Dat is zeker jammer. Ja. Want dit wat nou gebeurt is echt niet normaal. Onmenselijk vind ik dit. Nou. Als ze dan toch met de tweeën zijn, ik begrijp dat niet. En ik ken ze allebei niet, hè. Die een ook niet zijn inval en die andere die... Normaal zie ik die ook nooit, dus ik ken ze niet. Nee, maar ik heb wel gezegd, maar ja, er gebeurde niks. Dus... En ik heb zo'n ding uit de kast gehaald. Het heeft daar ruim 1/2 uur geduurd. Want die dingen zijn groot. En dat kan je niet alleen. Ik moet me met één vasthouden aan die... hoe heet dat? Waar die kraan loopt, dat grote ding. Van de badkamer. Weet je wel? Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Jazeker. Die bak. Dat moet, en met één hand en andere hand moet dat ding bukken en erin doen. Geduurd. Ik heb erin maar ook nog niet goed, maar ik zit wel nou droger, want ja, dat doet pijn. Want ik zei, de dokter zegt juist, ik kreeg klaar al 4 dagen dat ik zei, dit is niet normaal wat ik heb. En dan zei ze, dus, wat zei je dan? Ik zei, nou, ik heb vanmorgen onder als urine komt verschrikkelijke pijn. Toen zegt ze, oh, je bedoelt een bijt. Nee. Echte pijn waar het vandaan komt. Ik zei, en ik heb vreselijk onder in mijn rug. Nou, als je dat zegt, weet iedere arts dat je een watersteek hebt. En dat heeft hier 4-5 dagen geduurd, eer dat ik tot ze door kon brengen. Oh, ik heb weer woorden gehad. Ik zei, ik heb geen woorden, echt waar niet. Ik zei, dit kan niet wat er nou met me gebeurd is vandaag. Ik ken gewoon niet, zei ik. Maar ja, die twee zijn weggegaan hier beneden daar eten met de mensen. Dus ik heb, hier staat mijn bord en mijn kopje nog met thee heb ik ook laten staan. Nee, dan, dat hoef ik ook niet. Ja, zo afhankelijk ben je dan, hè? No. Want er wordt er ander ingezet. Ja, en ik ken er niks mee.
Ik heb het zelf geprobeerd. Ik heb me zoveel mogelijk als met mijn linkerhand vastgehouden aan die grote wasbak. En met die andere hand moest ik dat grote ding erin leggen. Maar ik kreeg niet gedaan, hè. Dingen zijn te groot om dat in je broekje te leggen. Ja, ik had er heel veel moeite mee. Ja. Dus dan nou toe is het nou bij alle dag. Nou, mijn bord staat nog, mijn koffie ziet niemand. Nee. Het is schandalig allemaal. Het is schandalig. Ja, dit is, ik voel me ook, ik vreselijk geraakt voel ik me. Ik voel me minderwaardig hoe ze met me omgaan. Dat vind ik echt minderwaardig, vind ik dat. Ik heb er dit moet zien, echt weet je, dit kan niet wat ze gedaan hebben. En komt Tini wel eens naar je kijken? Nee, ik heb, nee, ziet Tini nooit. Want zij is toch de baas over de verpleegsters? Ja, die heeft daar alles mee te maken. Die, ja. Ja, dit is vandaag gebeurd is ook. Ja. Ik kan daar verder niks mee. Kijk, ik kan me van me afbijten, maar ik bereik er toch niks mee. Want ik bereik er niks mee. Gewoon niet. Ze laat je gewoon aan je lot over. Ja, nou zo vanmiddag gegaan is wel. Kijk, Annie ging om 3 uur naar huis. En Annie is wel niet voor de verpleging. Maar ze is toch, zit toch zo in elkaar. Als ik veel bel, dan denkt zij. Vrouw Alkerk belt wel achter elkaar. Dat is zeker wat, weet je wel. Dan gaat bij haar een lichtje branden. Ik ga toch maar even kijken wat er is, weet je wel. Ja, die let nog op. Die Annie bel, ja. Ja, en die ken me nou al die 6 jaar, zeg maar. Ja, ik ben geen mens die voor het eerste wasje iemand lastig zou. Heb ik nooit gedaan trouwens. Nee. Maar er is een verre zuster, zijn hier nou. Ja. Ik zei in de DNS of een stuk hout, dat ze natuurlijk alles zei. Zij is niks terug. Zij alleen dat ding is gevuld en je kent het zelf. Doen, je weet het wel, zeker zijn niks is. Dus ik ken er niks mee, echt niet. Dus ze hebben je helemaal niet geholpen? Nee, ik heb het zelf gedaan. Hij ligt er nog op de grond, dat drijft me altijd ding. In de badkamer heb ik op de grond neergegooid daar. Ja, ik had het toch moeilijk, want ik moest met mijn linkerhand aan die bad vasthouden, want je glijdt weg. Je bent niet even iemand die jongeren dat je alles kan doen. Dat kan gewoon niet met één hand. Ja, ik heb meer dan een half uur staan rommelen om erin te krijgen. Niet ik lag je weer op de grond. Ja. Dat was de schuld van die twee die er nou waren natuurlijk. Ja. Strafsterk, Louis. Hè? Strafsterk. Gelukkig wel, hè? Ja. Wij hebben weer iets leuks, hè? Ja,